Jongens, het is voor mij vandaag zaterdag en ik heb besloten om voor één keer vandaag een dagelijkse vlog te maken. Ik ga de complete dag vastleggen wat ik doe, wat ik denk, wat we zeggen, weet ik het allemaal. Ik ben net wakker. Ik heb natuurlijk de afgelopen week na lange tijd weer een behoorlijke zware lange week stage gehad. En school en toetsen die ik niet gehad heb. Dus ik heb best wel een hele lange week gehad en mijn camera is leeg. Dus ik ga hem even opladen en dan ben ik bij jullie terug wat er deze week wordt gedaan. Goed, mijn camera hangt aan de oplader. Dus hetgeen wat ik zei was dat ik dus vandaag jullie mee ga nemen. Wat ik de hele dag ga doen. Het is voor mij zaterdag en ik dacht, ik heb geen heel druk planning dit weekend. Ik moet tussendoor. Wil ik nog wat verder gaan werken aan stageopdrachten en voor de rest ja niet zo heel erg veel. Dus ja, dus even kijken hoe we dat allemaal gaan doen en dan gaan we daar lekker aan verder vandaag. Ik moet 2 paar schoenen terugbrengen. Als jullie de afgelopen vlog hebben gezien, weten jullie dat ik 2 paar of eigenlijk 3 paar schoenen heb gekocht afgelopen week. Het is allemaal niet zo heel erg goed gegaan. Die schoenen die blijven gewoon heel veel pijn doen. Dus ik ga ze terugbrengen. Ik heb de doos er zitten trouwens in mijn handtas. Die staat daar. Maar ik hou ze niet. Ze doen te veel zeer om erop te lopen. De witte variant die doet niet zoveel zeer. Dus die hou ik wel. Maar grijs en zwart die snij je echt in mijn voeten. Dus ik hou die ook niet. En die breng ik vanmiddag gewoon lekker terug. Verder ben ik nu gewoon lekker een beetje aan het wakker worden. Ik ben lekker in mijn bed aan het hangen. Ik ben wat YouTube video's van jullie aan het kijken. En ik ben de laatste tijd een beetje aan het surfen op het internet voor nieuwe tatoeages. Ik ben namelijk samen met Chantal, mijn beste vriendinnetje in korte tijd eigenlijk geworden. Met haar wil ik een vriendschapstatoeage laten zetten. Nou heb ik een tatoeage gezien met de letters Friends. Maar echt in de Friends variant. Dus het is echt F.R.I.E.N.D.S. Super leuk, maar ook echt in de Friends letters. Dus dat leek me super leuk om dat op de knik van mijn arm te zetten. Net boven mijn logo. Net boven mijn muzieksleutel. En ik wil nog heel graag een diamantje. En die komt er denk ik sowieso wel. Maar waar is eigenlijk nog een beetje de vraag. Dus we gaan het meemaken, we gaan het zien. Ik wil eigenlijk ook nog heel erg lang al een roosje. Maar ja, het is nog even een beetje uitzoeken. Dat wordt toch trouwens pas allemaal in de zomervakantie pas gedaan. Dus dat komt allemaal wel. Ik heb trouwens gisteren ook, zoals je kan zien, een ledstrip opgehangen bij mijn bed weer. Dit is gewoon een normale ledstrip. Met gekleurde lampjes. Maar deze geeft je iets beter licht als dat die andere deden. Dus dit is iets fijner licht. En het werkt ook wel, want ik ben best wel licht. En het is mijn kamer nog niet zo heel erg licht. Omdat de rolgordijnen nog dicht zitten. Dus ja, ik heb jullie even flink bijgekletst. Ik ga nog even lekker wakker worden. En daarna ben ik bij jullie terug. Goed, ik ben mijn bed uit. Ik heb mijn bed lekker helemaal opengeklapt. Die ga ik zo lekker insprayen. Mijn kleding heb ik hier klaargelegd. Ik ga voor een leuke gekleurde broek. We hebben een offline t-shirt van de Primark. En de broek komt van de Zeeman. Superleuke broek. Ik doe lekker mijn sneakers eronder. Maar ik ga me eerst even lekker wassen, lekker opdutten. En ik ga voor geen make-up vandaag, gewoon geen zin in. Ik loop de hele week op met make-up, dus nu even niet. Dus ik ga mijn dingetjes doen en dan gaan we naar beneden om te ontbijten. Lekker rustig dagje vandaag. Goed, ja, soort van helemaal ready. Ik ben lekker aangekleed. Dit heb ik dus aan. Ik heb mijn offline shirtje, maar ik had het een beetje koud, dus ik heb mijn vest erover aangedaan. Ik heb deze broek aan. En dan mijn sneakers eronder. Maar ik heb het koud, dus ik heb even gauw mijn vest aangedaan. Ik heb verder ook geen make-up op. Ik heb alleen wat lipgloss op en voor de rest niet. Of lippenbalsem. Ik heb mijn haar gedaan. Het is inmiddels 10:30. En het is tijd voor een ontbijtje. Ik neem bij dit heerlijke eitje met paprika en kruiden en weet ik allemaal. Dan neem ik een lekkere Pickwick energiethee met vitamine B. Ik zeg altijd snel B12, maar het is natuurlijk gewoon B. Dus ik ga even een theetje zetten. Ik moet zeggen, in het begin dacht ik, joh, je wordt gewoon geflasht, want het is helemaal geen energiethee, bla bla.
Maar als je het eventjes wat een tijdje gebruikt, merk je het wel heel erg. Dus dat ben ik wel blij mee. Het werkt wel. En er zit ook echt van alles in. Dus dat vind ik wel lekker. Theetje heb ik, eitje heb ik. Ik ga even lekker ontbijten om 10:30. Het lijkt wel een brunch. Ondertussen ga ik lekker genieten van een aantal leuke YouTube-video's. Ik mis de laatste tijd heel veel YouTube-video's omdat ik heel erg druk bezig ben met school en stage en weet ik het allemaal. Dus het is nu wel weer even tijd om lekker te genieten van de YouTube-video's. Met het filmen van een What's in My School Bag. Ik dacht, weet je, ik heb toch lekker de tijd. Dus die heb ik net opgenomen. En ik ben best heel erg tevreden. Dan moet ik alleen mijn telefoon weer aan mijn tas halen. Want die hoeft hier niet in te blijven zitten. Het was best wel leuk om dit weer eens op te nemen. Het is lang geleden dat ik een maand video heb opgenomen. Dus ik vond het wel weer grappig om dat weer eventjes te doen. Ik heb hier de halve huis verbouwd. Omdat mijn camera op goede hoogte moest staan. En ik dacht, weet je, ik ga gewoon van alles gebruiken, inclusief het snoepdoosje van de papegaaien. Dus ik ga de papegaaien een snoepje geven. Vinden ze vast heel lekker. Kom maar pakken, Moos. Kan je erbij? Kom maar pakken. Goed zo. En Rio ook een snoepje pakken. Goed zo. Dus ja, het is eigenlijk allemaal wel goed gegaan, de video. Ik heb het geprobeerd om zonder enige fouten die video te maken, zodat ik hem ook niet hoef te editen en alleen maar online hoef te plaatsen. Dat kost mij wel weer tijd. Maar, of tenminste, het kost me geen tijd. Dus ja, that's it eigenlijk allemaal. Ik ga even verder met kijken naar een video die ik net aan het kijken was. Voordat ik mijn What's in My Bag ging opnemen. Maar, een extra video achter de hand is natuurlijk nooit erg. Mocht er een keer weer iets zijn waardoor ik geen video op kan uploaden, dan is er gewoon niks aan de hand. Want dan heb ik altijd een reserve. Ja, dat is eigenlijk. Nou ja, ik ga het verder. En kijken wat deze dag vandaag gaat brengen. Ik ben trouwens alleen thuis. Mijn ouders die zijn even weg. En als die terugkomen, dan ga ik mijn schoenen weg terugbrengen. In de hoop dat ik ze terug kan brengen. Things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine. Goed, lieve mensen, ik heb lekker muziekje aanstaan. En het is nu tijd om te lekker uit focus. Het is tijd om eventjes de keuken recht te trekken. Vaatwassen is net klaar. Dus dat is mooi, die ga ik even open doen. Laat ik hem even een beetje afkoelen, want anders verbrand ik zo meteen mijn handen door alle warme stoom en lucht. En dan ga ik de keuken doen. Ik kan ook vooruit, wij gingen vorige keer achteruit met de metro. Wat gaan we nu doen dan? Binnenste buiten. Met de? Meetrein. Naar? Meetrein. Ja, maar waar gaan we heen? Naar Rotterdam. Rotterdam. Rotterdam, en dan gaan we een ijsje eten. Ja. 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 Met de metro. Ja, metro, ja. Gezellig. Yay! Yay! Yep. Lidlijn met de tunnel. Ja, de tunnel. Kijk, de auto, kijk! Ja, auto. Ja, auto. Goed, we zijn weer thuis. Nou, niet thuis, want we zijn bij. Waar zijn we? Bij opa en? Opa. En oma. En wat gaan we doen? We gaan patatjes eten. Patatjes eten. Kom hier met die telefoon voordat je me laat vallen. We gaan patatjes eten. En Jesse heeft gevraagd of ik hier mocht eten. Ja. En wat gaan we dan lekker doen na het eten? Een toetje eten? Patatje. En daarna? Gaan we naar bedje toe. Ja.
En misschien gaan we nog douchen. Ja. Goed? Ja. Afgesproken? Ja. High five. Boom. Goed zo. Leg de telefoon terug. Alsjeblieft. Goed, het is inmiddels bijna 9 uur. Jesse ligt op zijn bed. Die heb ik lekker net naar bed gebracht. Ik heb lekker avond gegeten bij mijn opa en oma. En ik ben nu onderweg naar huis toe. Het is, wat ik net al zei, bijna 9 uur. Dus het is wel tijd om nu weer lekker naar huis te hobbelen. Maar ja, ik ga me zo ook lekker omkleden en lekker op tijd mijn bed in. Ik ben best wel moe. Dus dat mag ook wel voor een zaterdagavond. Mag ik best wel een keer op tijd. Dus ja jongens, ik ga naar huis, ik ga me zo lekker omkleden en dan ga ik gelijk deze video editen. Dus ik wil hem ook gelijk eindigen hier. Ik bedank jullie voor het kijken. Dus via een blauw duimpje omhoog en dan zie ik jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg!